Waarnemend Hofpresident Ivan Drasselbaks is niet tevreden over het tariefensysteem dat Surinaamse advocaten toepassen. Hij liet gisteren zijn ontevredenheid duidelijk merken bij de beëdiging van 3 advocaten. Drasselbaks vindt namelijk dat juristen bij de rechtsbijstand niet consistent zijn in de tarieven die ze vragen. Hij benadrukte dat de meeste klachten vanuit de gemeenschap over geld gaan. De Hofpresident is daarom blij met de realisatie van het Tuchtcollege. Drasselbaks meent dat alleen dit instituut richting zal kunnen geven aan het huidige tariefensysteem van de advocaten. Vergeet u niet dat het advocaten-tuchtcollege al in place is. En dat de tuchtrechters geduldig wachten op de klachten die zich in dit kader zullen aandienen. In dit kader van tarieven, want dat zijn de meeste klachten. De meeste klachten gaan over geld. Ze wachten rustig wanneer die zaken zich gaan aandienen. En ik geloof dat het Tuchtcollege richting zal geven in het tariefensysteem voor de rechtsbijstand. Want ik zie dat het nergens anders van de grond komt. Niet van de wetgevende macht. Het Hof heeft geen bevoegdheid daarover. Niet van de orde. Dus ik heb er vertrouwen in dat het Tuchtcollege richting zal geven. Harish Menorat, deken van de Orde van Advocaten, is niet te spreken over de opmerkingen van de waarnemend Hofpresident Drasselbaks. Hoewel Menorat zelf ook blij is met het Tuchtcollege, benadrukt hij dat niemand het tarief van advocaten kan bepalen. Wij bepalen onze tarieven zelf. En niemand kan ons een tarief voorhouden. Dat is in de grondwet bepaald en dat is ook verder bepaald in de advocatenwet. Het is zo dat wij allemaal naar een richttarief willen. Maar de vraag is, hoe interpreteer je een advies van een advocaat, een overleg, een overtuiging of een werkwijze? En hoe bereken je daar een marge bij? Ik wil een voorbeeld geven. Er is genoemd over terstond echtscheidingen. Je kan op 1 dag scheiden. Dat zijn ook voorstellen die vanuit de advocatuur zijn genomen. De ene neemt 1000, de andere neemt 10.000. Waar is het verschil? Het verschil zit hem niet alleen in het kantoor, maar het zit hem ook in het advies. We hebben bepaalde rotte appels in de mand. En waar hij bijvoorbeeld zo op zou kunnen doelen, is een concreet voorbeeld, is dat er bepaalde advocaten zijn die misbruik maken van hun bevoegdheid als advocaat. Zulke advocaten moeten geschrapt worden van het tableau. Ze moeten weg, ze horen niet in de advocatuur thuis, omdat ze een stigma en een blaam leggen op alle advocaten te landen en ons meesleuren in die negativiteit. Harish Menorat, deken van de Orde van Advocaten. De uitspraken van de waarnemend Hofpresident zijn niet in goede aarde gevallen bij de deken. Het Hof moet volgens Menorat de hand eerst in eigen boezem steken voordat zij advocaten wil verwijten van hoge tarieven.